ons kanaal en vandaag hebben we weer voor jullie een AliExpress shoplog. En niet zomaar eentje, maar eentje waarin we allemaal potentiële cadeautjes aan je laten zien. Want zoals je weet komen de feestdagen er weer aan en ik denk dat iedereen wel een beetje druk is met op zoek gaan naar het perfecte cadeau. En in deze video gaan we je heel veel budget cadeautjes laten zien. Nou, de afgelopen tijd hebben we wat spulletjes besteld op AliExpress en al deze cadeautjes die we jullie gaan laten zien zijn onder de 5 euro. Lekker budgetproof, want deze tijden zijn eigenlijk al duur genoeg. Ja, we hebben heel veel cadeautjes om aan jullie te laten zien en we kunnen echt niet wachten, dus we gaan meteen beginnen. Het eerste cadeautje die ik hier heb is deze flamingo opener. Hij is goudkleurig en ja, hij heeft dus de vorm van een flamingo en je kan hier bierflesjes mee openen, maar ook limonadeflesjes. En we vonden hem gewoon super cool. Hij ziet er ook helemaal niet goedkoop uit, maar hij was wel echt super goedkoop. Het volgende item dat ik hier in mijn hand heb is een super leuke bloempotje. Ik moet eerlijk zijn dat ik eigenlijk had verwacht dat hij wat groter was. En er is een heel schattig gezichtje op. Dus voor iedereen die van schattige lieve dingetjes houdt, dan is dit denk ik wel een heel leuk cadeautje. Voor alle Star Wars lovers onder ons heb ik ook een heel leuk cadeautje gevonden. Namelijk deze ijsklontjesmaker van siliconen. Hiermee kan je ijsklontjes maken in de vorm van Darth Vader. Volgende item is dit glazen bolletje. En aan de achterkant zit een gat en die kan je dan zo aan de muur hangen. En aan de bovenkant zit een grote gat en daar kan je dus een leuk plantje in kwijt. Dus ik heb hier bijvoorbeeld nu eventjes een airplant in gedaan. Maar je kan ook misschien zo'n waterplantje erin doen. Staat super leuk en deze was ik echt heel erg goedkoop. Ik had deze besteld en zag ik later dat je hem nu ook kan shoppen bij Flying Tiger voor vrijwel dezelfde prijs. Maar mocht je niet die winkel in de buurt hebben, dan kan je ze dus ook op AliExpress vinden voor een heel leuk prijsje. Ik heb hier een heel leuk stoffen bakje en daar kan je allemaal spulletjes in bewaren. Ik vond hem zelf heel erg leuk omdat hij van die plusjes erop heeft. Het heeft een beetje Scandinavische vibes. En wat je kan doen is je kan deze bestellen en dan bijvoorbeeld vullen met eten of vullen met leuke badspulletjes. En het fijne is dat degene die hem ontvangt, die kan hem later ook heel mooi schoonmaken omdat de binnenkant lekker glad is. En ik vond het wel een heel leuk bakje. Volgende item is dit metalen bakje. Je kan hier de sieraden of medicijnen of wat dan ook op kwijt, sleutels. En wat ik heel erg mooi vind aan deze is dat ze een holografische kleur heeft. En ik vind hem gewoon echt super gaaf. Nou moet ik even zeggen, toen ik het bestelde zat hij onder de 5 euro, maar inmiddels zag ik dat ze de prijs iets hebben verhoogd. Dus in dit geval moeten we een klein beetje cheaten, maar alsnog is het echt wel een heel goede prijs. En ik denk dat deze in ieder interieur wel heel erg tof staat. Dan hebben we hier twee hele leuke potloodjes, een zwarte en een witte. Maar het leuke eraan is dat het rainbow pencils zijn. Dus de punt heeft een regenboogje en als je ze ook slijpt dan krijg je eigenlijk een regenboogje die eruit komt. Het is heel erg simpel, maar we vonden het wel echt super cool. En voor degene die heel erg van stationery houden zijn deze paperclipjes ook heel erg leuk. Het zijn allemaal verschillende kleurtjes, metallic kleuren en ik zie ook wat zwart. En ze hebben allemaal de vorm van een druppel. En dat is gewoon net ietsje anders dan de normale paperclips. Dus ik denk dat dat wel heel erg leuk is om op je bureau te hebben. Ook vonden we op AliExpress deze notitieblaadjes. En we vonden ze echt super cool, want ze hebben een geometrische vorm. En ze hebben ook nog watercolor erop. In totaal hadden ze 4 soorten en ik heb er 2 van besteld. En ze zien er gewoon echt heel erg mooi uit. En zijn natuurlijk ook nog eens heel erg handig. Nou, wat jullie vast wel weten is dat je op AliExpress ook heel goed sieraden kan bestellen. En dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus deze keer heb ik er gelijk 3 besteld. En ja, ze waren gewoon zo ontzettend goedkoop dat ik iets had van ik ga ze gewoon allemaal uitproberen. Ik heb hier eentje die wat korter draagt. Dus het is eigenlijk een soort van choker. Dan heb ik hier eentje die heeft 2 laagjes. Dat is ook wel echt heel erg leuk. En dan is dit ook weer een klein choker modelletje met allemaal sterretjes. Nou, de kettingjes zijn dus niet gemaakt van echt zilver of goud. Maar ze zien er wel gewoon goed uit. En het is gewoon een heel leuk kleine grijtje om te geven aan iemand die ervan houdt. Nou, de volgende cadeautjes die we gaan laten zien, die zijn echt voor de reisliefhebbers. Zo heb ik hier een superleuk paspoorthoesje. Hier kan je dus je paspoort in bewaren. En je kan hier ook nog wat pasjes bewaren, zoals je pinpas of je creditcard. Eventueel nog je boardingpas. Dus dat is echt super handig. En we vonden hem gewoon heel erg cool eruit zien, omdat hij pastelkleurig is met van die oogjes erop. Verder kon je nog wel kiezen uit andere designs. Ik zou zeker even op het linkje klikken in de beschrijving. Dan kun je ze allemaal bekijken. En ik vind de kwaliteit ook wel gewoon goed te uitzien. Zeker voor die prijs. Het volgende item is dit superleuke doorzichtige etuietje. En hij heeft ook, ja, zoals je kan zien, zo'n holografische kleur. Ik vind het in ieder geval heel erg tof uitzien. En dit soort dingetjes zijn heel erg handig om bijvoorbeeld gewoon je geld en je pasjes in te bewaren. Maar je kan hier bijvoorbeeld ook wat make-up spulletjes in kwijt. En dat is dus handig, want wanneer je gaat reizen moet je dat altijd wel in een doorzichtig tasje of etuietje laten zien. Dus daar kan deze ook gelijk heel goed voor dienen.
En ja, hij is gewoon heel erg simpel en leuk. Ik vind deze wel echt super tof eruit zien. Over doorzichtige tasjes gesproken. Ik heb er hier nog één en deze vinden we echt super schattig. Hij is niet volledig doorzichtig, maar een beetje gematteerd. En op de voorkant staan allemaal leuke tekeningetjes. En hier kan je toiletspulletjes in bewaren, zoals je tandenborstel, een kleine shampoo en dergelijke. Dus dat vonden we echt super handig. En deze is ook echt super leuk voor iemand die vaak op reis gaat. Volgende item is deze geometrische vaas. En ik kan me voorstellen dat je er nu naar kijkt en denkt, dat ziet er raar uit. Ik kan me voorstellen, het is eigenlijk gewoon een soort van metalen draad dat in de vorm van een vaas is gedaan. Dus dit is echt perfect voor mensen die wat minimalistischer zijn. Niet van ditjes en datjes houden, maar gewoon van simpelheid. En het is de bedoeling dat je hier in het midden een soort van vaasje doet waar dan een beetje water in zit. En dat je hier dan zo'n lange bloem uit laat steken. En ik denk dat dat wel heel erg leuk staat in een minimalistisch interieur. Als je iemand kent die echt dol is op thee, dan is dit een heel leuk cadeau. Dit is namelijk een theezeefje. En dit is zo'n grote die je gewoon lekker in je glas neerzet. Doe er wat losse thee in en het is gewoon heel makkelijk om hem erin en eruit te zetten. Het is gewoon geen gepriel. Wij vinden het heel erg handig. En vaak in van die theewinkeltjes hebben ze ook wel te koop. Maar dan zijn ze best wel prijzig. En deze vond ik echt super cheap. In ieder geval het goedkoopste die ik ooit heb gevonden. Dus ik vind het wel echt een heel leuk cadeautje. En dan kan je bijvoorbeeld als cadeautje de theezeefje geven via AliExpress. En dan koop je er zelf nog mooie losse thee bij van bijvoorbeeld Simon Leveld. En misschien nog wat koekjes. En dan maak je er één groot theepakket van. Maar mocht je iemand kennen die meer van koffie houdt. En ook heel erg van Starbucks houdt bijvoorbeeld. Dan heb ik hier een leuk onderzetje van het Starbucks logo. Ik heb er hier nog maar eentje. Deze is in het zwart. Je kan hem ook in het groen bestellen. En in het wit geloof ik. Mm-hmm. Groen is natuurlijk wel echt classic. En ze zijn super goedkoop. En het is gewoon heel erg leuk om neer te zetten. In je huis. Ik kan er ook hele leuke Instagram foto's mee maken. Nou, dat waren onze cadeautips alweer. We hopen dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vind in ieder geval dat we echt een heel leuk cadeautje hebben uitgezocht. Voor echt nog fijnere prijsjes. Het is natuurlijk altijd heel erg leuk om te zien. En AliExpress is gewoon heel erg fijn om te gebruiken voor je kerstcadeautjes. Want je kan gewoon lekker thuis blijven zitten. En je kan denk ik wel echt alles wat je maar kan bedenken, kan je gewoon daar vinden. Maar natuurlijk worden de meeste dingen van ver weg toegestuurd. Dus er zit wel wat verzendtijd aan vast. Vaak is dat 2 tot 4 weken. Nu hebben wij heel veel spulletjes binnen 2 weken gekregen. Maar straks is het een beetje die kerstperiode. Dus de post kan wat langer duren. Dus ik zou zeggen, als je nu iets hebt gezien, ga gewoon meteen naar AliExpress. Meteen bestellen. En dan gewoon echt hopen dat het op tijd binnenkomt. Nou, ik hoop dat jullie al deze tips super leuk vonden. Laat vooral eventjes weten in de comments welke cadeautjes jij graag zou willen geven of misschien zelfs zelf zou willen krijgen. En over cadeautjes krijgen gesproken, check ook zeker nog eventjes onze vorige video die we afgelopen zondag online hebben gezet. We geven namelijk 2 keer een giftcard ter waarde van €200 weg aan jullie. Dus check eventjes die vorige video als je daar kans op wil maken. En vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen voor deze video. En natuurlijk te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!